Tijdens de boekenbeurs werd het boek Sluiers over Bourgondië voorgesteld. Het is een opmerkelijk boek, want het werd geschreven door drie zussen, afkomstig uit Borgerhout. In de lokale bibliotheek daar vertellen twee van die drie zussen hoe een boek ontstaan is. Bij ons begint dat eigenlijk vanuit dromen. Er is altijd iemand van ons die begint te dromen over een bepaalde periode in de geschiedenis. En heel speciaal, de andere twee heel vlug nadien beginnen die daar ook over te dromen. En zo ontstaat er eigenlijk een heel verhaal. En dit verhaal speelt zich af tijdens de Bourgondische periode. De zussen geven meer uitleg, maar dan doemt plots een tv-ploeg op van iedereen beroemd. Maar dromen jullie dan over, in dit geval, over Bourgondië, over Philips de Goede? Ja, dat klopt. Ik krijg dan een heel tafereel over hoe dat daar aan het hof aan toe ging. En dan bouwen we er zelf eigenlijk verder ons verhaal op door. Jullie maken dan via de dromen eigenlijk deel uit van de intriges in het hof van Philips de Goede. Dus jullie zijn eigenlijk misschien mee die intriganten. Eigenlijk in dit verhaal zitten wij midden in de intriges. We zijn niet zelf de intriganten, we zitten er middenin. Zijn jullie de vrouwen van Philips de Goede? Ik niet, nee. Wie wel? Ik wel. Iedereen beroemd zendt uiteindelijk geen reportage uit over deze zussen van Borgerhout. Raar, want deze zussen vertellen opmerkelijke dingen. Wij hebben eigenlijk een heel sterke verbinding. Dat was al zo toen wij klein waren, maar eigenlijk wordt die steeds sterker. Hoe komt dat? Ja, dat is een goede vraag. Hoe komt dat? Omdat wij altijd met drie op een kamer hebben geslapen, denk ik. Dicht bij elkaar. Misschien, ja. Dat kan er zeker mee te maken hebben. Als jullie zo met drieën schrijven, maken jullie dan ruzie onder de zussen? Dat gebeurt wel eens, ja. Ja. Maar evengoed lachen we heel veel. Met elkaar tussen... Het is de twee. Het is helemaal niet simpel, niet gemakkelijk om samen te schrijven. Hebben jullie al nieuwe dromen gehad voor jullie volgend boek? Ja, inderdaad. Vooral Veerle. Bij Veerle is dat nu bezig. Ja. Ja, ik heb zo in de zomermaanden heb ik een heel sterke droom gehad. Dat ik voelde van, oh ja, dat wordt het volgende verhaal. Voor de eerste drie mensen die het woord Bourgondië naar info@gazetvanborgerhout.be mailen, hebben deze zussen Bervoets een verrassing. Ja, mensen die er het eerste bij zijn, die krijgen van ons gratis een boek. En vermits dat wij echte Borgerhoutenaars zijn, vinden we dat wel heel tof om dat in Borgerhout te kunnen wegschenken.